De wereldbevolking blijft stijgen en de vraag naar tuinbouwproducten neemt toe. Maar ruimte is beperkt en bestrijdingsmiddelen kunnen het milieu belasten. We spreken Theo Aanhanen van Ensure, een onderneming gespecialiseerd in analyses van genactiviteit voor de agrarische sector. Genactiviteit is gebaseerd op het DNA. En net als bij mensen is bij planten DNA de basis van het leven, van de ontwikkeling. Als je goed kijkt naar wat er in het DNA gebeurt, dan kan je in een veel eerder stadium dan aan de buitenkant zien wat er met een plant aan de hand is. Nou, je kunt eerder een behandeling toepassen. Je kunt een behandeling in een optimale stadium toepassen. Je kunt beslissingen nemen over het wel of niet bewaren van fruit of groenten. Je kijkt alleen naar wat er daadwerkelijk op dat moment met degene gebeurt, met degene activiteit aan de hand is. En daar baseer je zeg maar je analyse op. Wat je nodig hebt is weefsel van een willekeurige plant en een heldere vraagstelling van de klant. En met die ingrediënten kun je aan de slag om een goede analyse te maken en antwoord te geven op de vraag die gesteld is. Voedsel en gezondheid kent een sterke samenhang. Daarom is het bij groente en fruit zeker zaak om productie te verduurzamen en kwaliteit te waarborgen. Met een groeiende vraag naar verantwoord en gevarieerd voedsel en met steeds meer monden te voeden, biedt hedendaagse technologie de mogelijkheid om het productieproces te optimaliseren. Er zijn verschillende ziektes die in de bewaring tot uiting kunnen komen op de wortelen. Daardoor ontstaan er zwarte vlekjes en de peen is onverkoopbaar dat er zwarte vlekjes op zitten. Bij mij is er afgelopen jaar in december een test gedaan. Daar gaven ze aan, lever je peen af voor 1 maart, want daarna ontstaat er toch kans dat er zwarte vlekjes in komen. En nou, ik was half februari aan het afleveren en dat klopte dus ook. Dus gaandeweg zag je ze eigenlijk minder worden. Mijn tip is, maak gebruik van de moderne technologie en kijk verder dan wat je aan de buitenkant kan zien.